Hele goede morgen. Oh mijn god, mijn haar. Ik ben net wakker. Ik heb lekker koffie voor mezelf gezet. Ik ga even lekker koffie drinken, rustig opstarten en dan ga ik douchen. Zo, ik heb net lekker gedoucht en mijn haren gedaan. Ik moet nog mijn make-up doen zoals je kan zien. Maakt niet uit, want ik heb nog genoeg tijd. Even kijken, wat wil ik zeggen? Oh ja, vandaag krijg ik dus bezoek. Om 3 uur krijg ik bezoek, want Boerjo en haar verloofde komen langs. En ik heb hem eigenlijk nog nooit gezien, is echt super leuk. Ik zou eigenlijk gewoon met Boerjo afspreken. Toen zei ze van, nou ja, waarom zullen we gewoon niet eigenlijk dubbel daten? Toen dacht ik, ja, waarom niet? Want Nesme is gewoon vandaag thuis, dus dat is wel mogelijk. En ze komen straks dus om 3 uur hier. Het is nu 1 uur, dus ik heb nog genoeg tijd, want ik moet dus nog naar de appie. Om snacks, gebak en dat soort dingen te halen, want ik heb echt helemaal niks thuis. Dat ga ik dus zo doen en dan gewoon even omkleden, klaarmaken. Nesim is wakker en voor vanavond staat op de planning, want wij hebben gereserveerd bij Ortam. Dat we daar dus gaan eten bij Ortam Barbecue. Ik heb me even snel klaargemaakt om naar de appie te gaan. Even mijn haar vast gedaan, want ik vind het niet zo chill altijd. Ik heb even snel me wat aangedaan. Ik heb een blouseje aan, bij is dus met mijn uitdagsbroek, die gaat stuk. En Nesim komt er nu aan. Hi Nes! Hey, gangster baby. Echt mooi mijn haar, hè? Vind je mijn haar mooi? Met die babyhaartjes hier zo. Geweldig. Vind je altijd mooi. Ja, dat vind ik wel lief. Palmboom zo. Vind je mij op een huis wel lekker met die palmboom omhoofd? Ja, het was een vrolijke huisvrouw. Ik Nou jongens, ik ben een vrolijke huisvrouw. Oh, zoveel keuze. Voor wat ga je, Nes? Dit is wel echt lekker, man. En het is ook een beetje veilig. Het lust iedereen, hè? Appelkruimel is echt lekker, man. Oh, welke zou ik eigenlijk normaal gesproken kiezen? Oh, deze. Nee. Niet? Deze. Welke? Dus wanneer ben je van de appeltaart? Wij hebben uiteindelijk voor deze gekozen. Een mix. Kan je lekker zelf kiezen wat je lekker vindt. Lekker! Ik had het echt een lange tijd geleden gekocht voor kattenhaar. Want ik wil graag de bank schoonmaken. En normaal gesproken ga ik hem gewoon stofzuigen. Maar ik ga even dit uitproberen. Ben benieuwd. Nou. Ja, hij had me net zo snel andersom. Dat is veel beter, hè? Nee. Maar zie je verschil, of niet? Nessie haat zijn leven. Ik ga nu even deze nieuwe mascara uitproberen. Ik ben echt heel erg benieuwd. De normale gekozen en niet de waterproof. Anders heb ik straks moeite mee als ik het moet verwijderen. Dus ik dacht, ik ga gewoon even voor de normale nu. Oh, dat heeft echt zo'n best wel dikke borstel voor mijn doen. Want ik gebruik echt nooit van die dikke borsteltjes. Altijd een beetje van die dunne. Deze mascara echt goed. Ik heb een soort van spinnenwebben nu. Ik ga een stuk. Als mijn wimpers weer helemaal zoals eerst zijn, was het echt heel mooi geweest. Maar ik vind het nu al heel mooi. Ik ben net helemaal klaargemaakt. Ik ben eindelijk klaar. Ik heb het echt weer super warm. Altijd als ik mijn haar weer moet doen, krijg ik het super warm. Ik heb trouwens echt een super simpele outfit aan. Ik heb een zwarte jurk aan van de Basic collectie van Zara. Deze is volgens mij iets van 10 euro of zo, maar is het echt super fijn. En er zit best wel veel stretch in, dus ik heb een S'je aan. En dat is het eigenlijk. Een beetje leuke sieraden om. En dat is het. Daar heb ik een nieuwe lipkleur op vandaag. En dat is van de nieuwe Chloe collectie in samenwerking met Kylie. Ik weet niet welke kleur. Ik ga even kijken voor jullie. De verpakking erbij gepakt. Ik heb gebruikt de lip liner. Ik ga stukken op de naam Handbag Ho. Met de liquid lipstick in de kleur Allergic to Bullshit. Ik ga stuk. Dat heb ik op mijn lippen. Even deze schoenen aan binnen, want ik heb echt heel lelijk slippers. Ik dacht beter om deze even aan te doen. En straks doe ik misschien laarsjes of zo hieronder, denk ik. De hele tijd haasten, alles snel doen. En nu heb ik gewoon lekker nog een half uurtje. Heerlijk. Ik ga denk ik voor mezelf even lekker een koffietje zetten. Wil je wat drinken, Nes? Ja. Wat wil je dan? Cappuccino? Ja. Oké, wij gaan lekker cappuccino drinken. Heel lang een beetje zo roze make-up opgedaan, blush en lippen en zo. En nu ben ik weer echt into bruine tinten. Ik vind het ook echt heel erg mooi. Ik heb lekker cappuccino's gemaakt voor ons. En ik had laatst deze gekocht. Ik ga het straks op tafel leggen, maar die zijn zo extreem lekker, niet normaal. Dit is pure chocola 90% en er zitten framboos in. Er zitten ook een paar dingetjes in die ik niet mag. Maar als ik hier dus 2 of 3 stuks van eet, zou het niet heel erg moeten zijn. Aangezien ik al een tijdje bezig ben. Maar dan moet je niet gelijk eten. Dus niet direct als je stapt met keto dit eten. Nira is echt de queen. Kijk haar lekker zitten. Liggen al een uur zo. Nobody cares. Where your legs at?
Waar zijn je voeten? Waar zijn je voeten? Geef één voet. Dus Nessim, als ze iemand moet ontmoeten die hij nog niet kent. Nessim, ik weet wat ik moet doen. Hallo, even Nessim. Doe normaal. We zitten inmiddels in de auto en Burju en Sergio zijn er inmiddels ook. Zo grappig. Wij zijn nu onderweg naar Ortam. En wij gaan nu vandaag naar de nieuwe vestiging bij de Kuip. En ja, ik ben echt benieuwd. Volgens mij is het best wel een grote vestiging. Maar dat laat ik jullie dan nog op. Weet je dat ze veel eten? Het is echt fucking. Heb je daar wel eens een keer gegeten? Ik heb één keer bij Ortam gegeten. Ja, ik ook. Dus met mijn verjaardag. Ik vond het echt super lekker. She already know that I'm a rockstar. Dropping all this heat like I'm a popstar. I could drive around and drift like it's a NASCAR. And that's my stat dog. Soon I'll be an actor. Yeah. She knows that I'm a rockstar. Dropping all this heat like I'm a popstar. I could drive around and drift like it's a NASCAR. And that's my stat dog. So for the night, yeah, she'll be my ride. Ay. Loving the vibe, yeah. She looking fly. If she a 10, I would be grading out of 5. Want je kan nu dus ook onbeperkt gambas erbij bestellen. Dat komt eerst niet. En ze hebben nu dus ook zalm. Dat als eerst ook niet. She gave a wink with a smile full of fire. I think that shit may have lit my desire. I got her away from me. She already knows. We zijn lekker uitgegeten. We stinken wel nu echt enorm. Het is echt, de geur is echt in ons haar. We hebben zoveel parfum gespreid. Ik hoop dat die parfum van jou helpt. Ja, mijn 1 euro parfum van de ethos. Ik hoop het niet. Maar we zijn nu in de wc. Kijk hoe mooi de wc hier is. Ik vind het echt zo mooi. Ja, heel mooi gaan. Kijk dan. Ik hou zo. Oh ja. Hé, hey, deze is echt super lekker, boer. Van de Rituals. Dit is echt lekker. Je moet zo ruiken. Je ruikt het al. Ja. Kom op, Ben! Ze kan er al wat van. Je hebt goed water gegeven. Dames en heren, dit is Miriam Ahmadi in haar natuurlijke habitat. Het is een ongelooflijk spannende spel voor haar eerste Olympische Irakese hockeygame. Ook wel bekend als air hockey. Miriam Ahmadi is Olympisch kampioen air hockey in Bagdad. En zij is al 5 jaar lang ongeslagen in Irak. Ze probeert het nu ook in Nederland met haar tegenstander Burju. Uit Turkije, ook Turks kampioen van Kuşadası. Zoals je kan zien is Miriam een klein beetje agressief wanneer zij speelt. Ze probeert wel rustig te blijven, maar haar Irakees temperament kan ze niet tegenhouden. Kijk, we moeten oppassen, want straks wordt ze boos en dan ontploft heel de boel. Ik weet niet waar ik op heb gegooid op 40 of de Monster Jackpot. Maar volgens mij krijg ik 1000, want ik heb er nu al bijna 200. Oh my god. Ik wil, we hebben gewonnen. Ik ga helemaal stuk. Glazen van 60 euro. Wij zijn inmiddels gezellig thuis. De tweede ronde, jongens. We gaan nu gebak eten, alles. Zo, een paar uur later. En zo is PlayStation aan het spelen nu. Ik ga stuk. Oh, sorry. Ik heb het geslagen op de camera. Maar, Nee, je kust me niet eens, dat is nog ergens van allemaal. Goed zo. Boer is net weg. Boer! Met Sertan. En het was echt super gezellig. Het is nu ook best wel laat. Valt wel mee volgens mij. Kort over 10. Maar ze moesten best wel vroeg weg, want ze moeten natuurlijk helemaal weer terug naar Almelo rijden. Maar ik heb het echt heel erg gezellig gehad. Het was echt een leuke dag, hè, Nes? Ja, ze waren hier dus gekomen best wel zeg maar, aan de late kant. Anders zouden we hier nog even een gebakje eten. We hadden een gebak gekocht en zo. En toen zijn we eigenlijk gelijk naar Ortam gereden. Toen hebben we daar echt heel erg uitgebreid gedineerd. Trouwens echt super lekker bij Ortam. Want tegenwoordig hebben ze dus ook zalm en onbeperkt gambas. Als je daar hebben zoveel gegeven dan die man. Ja. Ze moesten extra schaapslag voor ons. Was echt heerlijk. Maar ik kreeg het zo warm op een gegeven moment onder bij die plaat zeg maar. En daarna gingen we apart zitten om toetjes te eten. En daarna zijn we nog naar de gamehall gegaan, wat ook echt super gezellig was. Miriam heeft vandaag wel goed gegeten. Ik ben trots op je. Ja, ik heb gewoon goed gegeten. Dus als jullie hebben gezien, zeg maar de taart, de toetjes. Dus ik heb het allemaal niet aangeraakt. Ik heb letterlijk cake toch gegeten vandaag. Mijn liefje. We zijn dus naar de gamehall gegaan, wat ook leuk. We hadden heel veel punten gescoord samen. Ik had de jackpot.
En toen zijn we hier nog heen gekomen. Toen zijn de mannen PlayStation gaan spelen. Toen zijn we heel te gaan kletsen. En we hebben alweer de volgende citytrip geboekt samen. Tenminste, we gaan het nog boeken samen. We hebben het gepland. Dus ja, echt een leuk geslaagd dag. Ik heb er echt van genoten. En ik ga nu lekker op de bank zitten. En ik zit erover na te denken om nu met Nissen eigenlijk naar de gym te gaan. Zo. Hoe laat wil je eigenlijk gaan? Naar deze gym. Hoe lang ben je ongeveer nog? Een kwartier. Oké, dan ga ik straks denk ik gewoon even mijn sportkleren aandoen. En dan ga ik ook nog naar de gym. En heb ik deze dag echt gewoon heel goed afgerond. Zo, ik heb me lekker omgekleed. Ik heb mijn sportkleren aan. Ik ga lekker sporten. In tegenstelling tot deze dikzak hier die hier ligt. Zo, wij hebben heerlijk gesport. Ik heb een uurtje even cardio gedaan. Was super lekker. Ik voel me echt nu best wel goed eigenlijk. En daarna ben ik gaan douchen. Ik voel me echt frisser dan ever. Heerlijk gevoel dit. Lekker mijn pyjamaatje aan. En ik ga nu even een lekker gezonde snackje maken. Eventjes zitten en daarna gaan we gelijk naar bed. Ik voel me echt zo goed sinds ik zeg maar wat vaker sport. Ik probeer nu wel zo'n 3-4 keer per week te sporten. Ik wil eigenlijk elke dag sporten, maar is dat nu toe niet echt gelukt. Maar we proberen het wel. We willen het wel heel graag. Nessim is echt goed bezig. Hij heeft echt gewoon 1 uur net gewoon keihard getraind. Niet normaal. En omdat ik nu dus wat vaker wil trainen ook, heb ik mezelf een beetje getrakteerd. Oh, ga je nu op de achtergrond zo lopen? Zama! Heb ik mezelf even getrakteerd met een paar trainingsbroekjes. En dat had ik toen met... Ik heb het bij Zalando besteld. En ik ben echt blij dat ik het heb besteld. Ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar ik heb dus een nieuwe Adidas broek gekocht. Die had ik eigenlijk al, maar ik heb een tweede gekocht, zo'n zwarte. Ja, nee, ik heb ze niet allemaal gepast, alleen die Adidas broek eigenlijk. Het is gewoon zo'n zwarte met van die drie strepen. Gewoon heel mooi en fijn. Die stof is echt fijn, ook voor dagelijks, alleen voor sporten. En ik laat jullie nu even de andere broeken zien. Ik heb ze allemaal met korting gescoord, dus daar ben ik echt blij mee. Zo, dit is dus mijn bestelling. Als eerst deze Adidas broek. Deze heb ik dus ook in een zwart gekocht. Het is echt van het hele fijne stof die je dus dagelijks aan kan doen, maar ook gewoon voor gym. En volgens mij is het echt zo'n klassiek model. I love it. Dit is echt een van de beste broeken ever gewoon. Dus ik heb hem ook in het grijs gekocht. En ik heb er dus twee van in het zwart. Ik moet wel oppassen, want je hebt hier dus verschillende modellen van. En ik heb dus deze model. Ik heb geprobeerd om een beetje van alle merken een beetje te kopen. Deze broek is weer van Puma. En dat is echt een trainingsbroek als het goed is. Ik heb hem nog niet gepast. Maar ik vond het ook wel leuk om even een andere kleurtje te nemen. Dus heb ik een zwarte broek besteld. Met zo'n blauwe... Ja, met zijn blauwe details. Vond ik echt heel erg stoer. Maar dat is echt wel van dat... Beetje joggingstof eigenlijk. Ik weet niet of het mooi is voor dagelijks, maar zeker wel voor trainen. Echt heel mooi. En ik vind het ook wel belangrijk om gewoon leuke kleding te hebben voor tijdens het trainen. Ik heb hier een maatje 36 van, dus ik hoop dat die past. Maar volgens mij valt Puma best wel groot. En daarnaast heb ik een broek van Nike. Wat ik heel erg jammer vind is dat ik eigenlijk 2 broeken van Nike had gekocht. Eigenlijk had ik zo'n soort broek ook van Nike gekocht, maar die is helaas last minute geannuleerd. Nu heb ik alleen deze van Nike. En dat is gewoon zo'n hele fijne joggingsbroek in de kleur Bordeaux. En ik vond hem gewoon heel chill eruit zien. En ik hou gewoon van joggingsbroeken. En ik dacht van, niet alleen voor trainen, maar ook gewoon voor dagelijks. Als ik even geen zin heb om mezelf om te kleden, ik even naar de supermarkt of zo ga, heb ik meestal best wel een zwerverlook, zeg maar. En dan kan ik zoiets aan. Dat vind ik nu ook belangrijk. Ik ben van plan om meer van dit soort broeken te kopen, gewoon voor dagelijks. Voor als ik even snel ergens naartoe moet. Dus niet gewoon om te chillen of zo. Lief trouwens, deze heb ik van Boetje gekregen. Ik heb echt de beste vrienden. Ik heb lekker gezonde snacks gemaakt voor op de bank. Oh, lekker man. Wat heb je daar? Lekker komkommer met zout en witlof met citroen en zout. Het is allemaal van mij, man. Waarom heb je geen feta kaas? Omdat het laat is. Oké. Okay. Dan ga ik nu eten. En daarna gaan we rustig gaan naar bed. We gaan even kijken naar elkaars agenda, want we willen een video samen opnemen. Ik heb een leuk idee voor een video van ons. Kan je zien op mijn kanaal. Ja. Ga maar daar naartoe. En abonneer. Ik wil deze vlog afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke vlog vindt. En ik zie jullie morgen weer. Check ook zijn kanaal.